Dank u wel, voorzitter. Collega's, ik denk dat de kandidatuur van de uitredende president voor een derde ambtstermijn heel duidelijk de lont in het kruidvat heeft gestoken. En dat is eigenlijk wat de situatie in Burundi nog altijd is. Het is eigenlijk in Burundi en in de streek als het ware een kruidvat. Met heel veel conflictzones en met eigenlijk in Burundi een vrede die heel fragiel is en die nu op de helling staat. In het verleden, collega's, zijn er door Europa, door verschillende landen, fouten gemaakt. We hebben al te vaak onze ogen gesloten en gedacht het is maar geweld in Afrika. Nu, collega's, nu hebben we de mogelijkheid om een bloedbad te vermijden. En eigenlijk mogen we zonder taboe spreken over een nakende genocide die zich daar aan het voorbereiden is. Ik ben persoonlijk in Rwanda op bezoek geweest na de genocide in 1994 en ik moet u zeggen, ik ben langs die kisten gelopen. Kisten met alleen maar duizenden schedels, kisten met alleen maar duizenden voeten. Kinderen, vrouwen, gewoonweg, puurweg afgeslacht met een machet omdat ze de verkeerde etnie hadden. Nu bereiken ons de geruchten dat het ook daar die kant op gaat, in een buurland. Ik krijg er kippenvel van als ik eraan denk dat ook daar weer zoiets in voorbereiding zou zijn. We mogen dus hier niet stilstaan met alleen maar het debat. Er moet actie komen. Want, en u heeft het daar straks gezegd, ik bied mijn condolences aan familie. We bieden onze excuses vaak aan. Maar eigenlijk doden hebben weinig aan onze excuses. Het zijn de levenden die onze actie nodig hebben. En daarvoor kan u rekenen op de steun van de ALDI-fractie. Dank u wel.